Dat is de eerste keer dat we hier zijn. We hadden er wel vaker van gehoord. Ja. Maar we vinden het wel indrukwekkend, groot. En we zullen kijken wat het wordt. Een verwendag voor de, van de studenten voor de ouderen. Wat houdt het precies in? De verwendag voor ouderen hebben we georganiseerd vanuit het project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. En wat is dat nu? Maatschappelijk verantwoord ondernemen is zeg maar dat we studenten dingen willen bijbrengen over de maatschappij. Dat ze de maatschappij wat geven, maar dat wij ook de maatschappij naar binnen halen. Zodat ze met elkaar in verbinding komen. Nou, ik ben natuurlijk ontzettend trots op het ROC van Twente. A, dat wij zulke projecten mogen ontwikkelen en uitvoeren met onze studenten. Maar ook dat we toch uiteindelijk een team innovatieprijs hebben gewonnen. Samen met de Wisseltuin. Daar worden dingen gepoot. Onze studenten maken het hele groeiproces van bijvoorbeeld een slaapplantje mee. Ze gaan het oogsten en vervolgens wordt het verwerkt in een diner voor onze gasten. Bijvoorbeeld voor het verwenddiner van vanavond. Dus ze poten en onze gast wordt ermee verwend. Hoe mooi is dat? Nick, ja. Wat vind je ervan dat je voor de ouderen mag gaan koken? Ja, superleuk en heel leerzaam natuurlijk. Wij als klas zijnde die koken graag, dus we doen het met alle plezier. Wat vindt u er nou van dat het ROC dit organiseert? Geweldig. Super. Ja, we moeten opblijken hoe het uitvalt. Ja. Is het drie gangen of vier gangen er nu? Nou, dat weet ik niet. Dat mag wel meer zijn. Maar geen wijntje bij? Nee, ik ben geen wijntje. Geen alcohol. Nee.